Ik ben Emily Venema. Ik ben Eline Braam. En ik ben Hussein Karabach en wij hebben HBO-recht gestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ik werk bij de gemeente Hoogland in Winsum en ik ben juridisch medewerker. Mijn werkdagen zijn zeer divers. Op maandag beginnen we altijd met overleggen, worden de nieuwe zaken verdeeld. En daarna ga je eigenlijk individueel bezig met je eigen zaken. Ik werk bij Trip Advocaten Notarissen op de afdeling bij het notariaat. Ja, en dat gaat van de telefoon opnemen tot de klanten naar de afspraken brengen, maar ook de stukken opstellen, bijvoorbeeld een akte van oprichting voor een besloten vennootschap. Klanten hebben een rechtsbijstandverzekering bij Unive lopen en die geef ik dan advies over juridische vraagstukken. Daarbij kan je denken aan arbeidsconflicten op de werkvloer. Kan je denken aan een auto die ze dan hebben gekocht en die dan niet meer voldoet aan de verwachtingen. Nou, op HBO-recht aan de Hanze Hogeschool heb ik eigenlijk voornamelijk geleerd, hè, lezen in jurisprudentie, het toepassen van de jurisprudentie, maar ook vooral het snel lezen in jurisprudentie. Hè, want het is een arrest duurt is misschien soms wel 25 pagina's lang en dan moet je goed de essentie kunnen lezen. En wat is hier nou de rechtsregel? Hetgeen wat ik bij het HBO-recht heb geleerd, dat gebruik ik bij mijn werk bij de gemeente. Onder andere hoe ik met inwoners moet omgaan, de gesprekstechnieken, maar natuurlijk ook het inhoudelijke juridische. Hoe je een bezwaar moet behandelen, wat de vereisten daaraan zijn. Het is heel praktisch. Tijdens het eerste jaar heb je bijvoorbeeld is er dan een acteur die dan langskomt. Ga je dan een slecht nieuwsgesprek of iets dergelijks bijvoorbeeld uitvoeren. En ja, bij Unive rechtshulp, dat doe ik eigenlijk ook. Ik geef klanten soms slecht nieuws, bijvoorbeeld dat het niet onder de dekking valt. Nou, mijn ambitie is zeker om op het ondernemersrecht te blijven werken en dat je zelf straks ook nog steeds wat beter de herstructureringen helemaal zelf kunt doen van A tot Z. En dat je ook steeds beter leert wat voor wedervraag je nog moet stellen aan de klant om te zorgen dat het juridisch allemaal goed op papier staat. Dus ja, zeker zie ik mijn toekomst in het ondernemersrecht, ja. En na mijn studie ben ik direct bij de gemeente begonnen. Ik krijg veel verantwoordelijkheden. Ik leer echt heel veel. En ja, dat is, komt altijd te pas in je verdere loopbaan. En ja, bij Unive Rechtshulp, ja, ik ben van plan om hier sowieso nog 2,5 jaar te blijven werken. En hier meer praktijkervaring op te doen. En vervolgens kijken of ik naar een andere afdeling terecht kan. It sound right, boy.